hoe gaan wij uiteindelijk ten onder aan plastic? Dit is de Universiteit van Nederland. Goedenavond allemaal. Wij nemen heel veel materialen en grondstoffen en energie van de aarde en daarmee maken we heel veel plastic. Dat plastic dat wordt snel afval. Hoeveel plastic gebruiken we in Europa elk jaar? 50 miljoen ton. En een heleboel van het plastic, dat is weggewerkt plastic. Denk aan verpakkingen of rietjes, flesjes die niet gerecycled worden. Nou, wij weten dat deze plastics uit de systemen lekken en in zee terechtkomen. Maar weten jullie ook dat plastic belandt op straat en op een strand? En als jullie wel eens duikvakanties hebben gehad, misschien weten jullie dat er onder de zee ook heel veel plastic ligt. Ik ben een wetenschapper, een milieuwetenschapper, die de plastic vervuilingsproblematiek en de plastic soep aan het bestuderen ben. Maar iedereen kan het zien. Als je inderdaad door de straten van Amsterdam loopt of in de grachten van Amsterdam kijkt. En eigenlijk is dit een ontwerpfout. Het is ook volgens de economen een perfect klassiek voorbeeld van marktfalen. Dat is wanneer economische activiteiten leiden tot schade aan anderen. Vanavond hebben we het over of we ten onder gaan aan de plastic soep of niet. Dus is het een kwestie van blijven in het oude lineaire systeem van produceren en gebruiken en dan wegwerpen? Of is het tijd voor een nieuw verhaal? Nou, wat is dit plastic materiaal waar we het over hebben? Nou, het is opgebouwd uit grondstoffen uit de olieindustrie. Bij raffinage van olie komen kleine molecuultjes vrij. En deze noemen we monomeren. En er zijn ontzettend veel van beschikbaar. En mensen hebben ontdekt hoe je deze monomeren aan elkaar kan plakken. Je maakt hele lange ketens en deze zijn polymeren. Polymeren zijn een belangrijk bestanddeel van plastic. Maar met polymeren ben je er nog niet om een goed plastic, materiaal van plastic te maken. Je hebt daarbij ook hulpmiddelen nodig en deze noemen wij chemische additieven. Je kunt eraan denken dat een pigment een chemisch additief is om een leuk kleurtje te geven. Of een vlamvertrager, zodat je smartphone, als het te warm wordt, dat het niet meteen in de fik vliegt. Of een weekmaker, of een UV-stabilisator, of biocides, of allerlei verschillende soorten stoffen worden aan plastic polymeren toegevoegd. Er zijn heel veel verschillende recepten voor plastic, maar één ding hebben ze gemeen. En dat is dat deze polymeerketens ontzettend slecht afbreken. Wij vermoeden dat als iemand rondkijkt in het jaar 3000, dat je nog steeds plastics van nu kan terugvinden. Wat voor bericht aan de toekomst is dat, dat we sturen? De vraag rijst, waar zit al dit plastic? Waar gaat het heen? Hoeveel zit er daar? En waar komt het vandaan? Onderzoekers over de hele wereld zijn dit aan het uitzoeken. Ze gaan monsters nemen, ze gaan absorberen op zee. En ze vinden bijna overal waar ze zoeken wel wat plastic. Of het in de diepzee is, in Arctische ijs en in de magen van honderden soorten dieren. We hebben hier in Nederland ook het een en ander aan plastics onderzoek gedaan. Wij zijn eerst gaan kijken naar wat er in ons huishoudelijke afvalwater zit. Dat is water wat door de gootsteen gaat, water wat afkomstig is van je wasmachine. En misschien dragen jullie synthetische kleding. Dat is materiaal wat we ook plastic noemen. En die microvezels die vrijkomen bij het wassen of gewoon bij het dragen, kunnen de weg vinden naar het afvalwater. Als dit afvalwater bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties terechtkomt, dan vinden we tot soms 1000 deeltjes plastic per liter die daarin stromen. Een heleboel van deze deeltjes worden uitgefilterd en gezuiverd. En dat betekent dat ze in de slip terechtkomen en hier in Nederland verbranden we al het slip. Dus die microplastics die daarin terecht zijn gekomen, worden verbrand. Maar de rest, dat gaat gewoon mee naar de oppervlaktewater. En we hebben ook daar gekeken, bijvoorbeeld in de grachten van Amsterdam. En daar vinden we tot 200 microplastics per liter. Dat is al behoorlijk veel.
We hebben ook gezien dat in zwevend stof uit de grote rivieren, dat er ook een plastic component is. Best wel hoge concentraties. Deze zwevend stof wordt meegevoerd naar de Noordzee. En heel veel van de zwevend stof gaat daar bezinken, inclusief de plastic fractie. Wat vind je dan op de Noordzeebodem? Eigenlijk met elke schepje die je neemt, heb je dikke kans dat je plastic treft. Wij vonden gemiddeld 800 deeltjes plastic in een kilo droge zeebodem. We waren ook geïnteresseerd in wie in de zee leeft en of die ook blootgesteld zijn aan plastics. We hebben voor allerlei verschillende soorten gekozen, inclusief oesters en mosselen, want die belanden soms op ons bord. En dat is best wel interessant om te weten wat zij opeten. Deze dieren die filtreren plastics uit het waterkolom. En die zijn er heel erg goed in, want die plastic deeltjes die zijn van dezelfde formaat als hun normaal eten. Wij vonden tot aan 100 deeltjes in een gram mossel- of oestervlees. En dat is voordat zij hun maag legen. Wij hebben het heel goed gedaan om de plastic problematiek te framen als een probleem van de oceanen. Maar eigenlijk is het een probleem ook van onze eigen leefomgeving. Kijk maar in de stofzuigerzak. Daar zit ook heel veel plastic in, want plastic is nu ook een component van huisstof. Dan rijst de vraag, zit er plastic in ons? Wat denk je? Nou ja, er zijn verschillende componenten van plastic. En wat we wel al lang weten is dat chemische additieven uit plastic kunnen logen. Dat zijn die stoffen, die vlamvertragers of die weekmakers. En die vinden we wel in onze bloedbanen terug. Bijvoorbeeld, in een gebromeerde vlamvertrager hebben we gemeten in Europese vrouwen en ook wel wat Europarlementariërs. En daar konden we in bijna iedereen wel wat vlamvertragers in terugvinden. Ik kan jullie wel melden dat sinds die studies uitgevoerd zijn, wij inmiddels eigenlijk een verbod hebben op sommige van deze vlamvertragers. Want ze zijn ook toxisch en ze blijven hangen in je lijf. Er zijn nog veel andere chemische stoffen op de lijst die we eigenlijk het liefst beter willen uitzoeken. Maar wat mij nu heel erg urgent lijkt, is om te kijken of er plastic deeltjes ook in ons lijf zitten. Dus niet alleen de chemische stoffen, maar ook die polymeerketens die zo lastig afbreekbaar zijn. De plastic fijnstof. En waarom ben ik zo geïnteresseerd daarin? Nou, ik denk dat er een kans is dat als we dingen eten of als we inademen, dat we mogelijkerwijs kleine, fijne plastic deeltjes binnenkrijgen. En wat wij weten uit andere onderzoek is dat eenmaal in je lijf, als het niet snel uitgescheiden wordt en als het in een spierweefsel terechtkomt of in je hersenen, dat je dan kans hebt op een biologische storing, dat heet oxidatieve stress, en een chronische ontsteking. Waarom is een chronische ontsteking zo erg? En waarom willen we dat eigenlijk vermijden? Dat komt doordat het eigenlijk een prelude is aan heel veel chronische ziektes, waar veel mensen op deze wereld aan lijden. En ik heb het over hart- en vaatziekten en ook dingen zoals kanker, auto-immuunziektes. En ook recent zijn er aanwijzingen dat chronische ontstekingen ten grondslag liggen aan psychiatrische ziektes zoals Parkinson en depressies. Dus het is best wel een belangrijke vraag. Wie is nu een beetje depri? Ik probeer jullie ook in de tweede helft een beetje op te vrolijken. Maar ik moet jullie zeggen dat als ik dag in dag uit met deze problematiek bezig ben, dat ik me soms wel eens afvraag of dit het beste is wat we kunnen bereiken met de huidige stand van de wetenschappelijke kennis. Is er misschien ook wel een economische en zeker ook een morele noodzaak om iets aan dit systeem te veranderen? Je kunt het natuurlijk gaan opruimen. Dat is waar iedereen onmiddellijk aan denkt. Kom op, we gaan het opruimen. Dus er zijn mensen die op een zondagmiddag als vrijwilliger een strand schoonmaken of een straat schoonmaken in hun buurt. Er zijn ook mensen die de oceanen proberen op te ruimen. Dat is een hele grote klus. En daar ben je echt heel veel tijd mee kwijt. En het kost ook veel geld.
Opruimen betekent dat de vervuiling al bestaat, hè? Want de schade is al verricht en je wacht totdat de plastic de zee bereikt of de strand voordat je het opruimt. Maar misschien is voorkomen van plastic vervuiling nog beter. Daar hebben we schonere productie voor. Soms in fora zoals dit spreek ik met ontwerpers. En ik vind het altijd leuk om ze te zeggen, jullie hebben veel macht. Want misschien wel 80% of 85% van alle milieuschade is te voorkomen al in de ontwerpfase. En dat vinden de ontwerpers natuurlijk heel erg fijn. Want zij willen niet dat hun producten ooit ingrediënten worden van de plastic soep. Wij doen al iets aan schone productie, wat plastics betreft. En hier is een voorbeeld die jullie misschien kennen. Vanuit de media hebben we veel gehoord over de plastic microbeads die in cosmetica verwerkt worden. Inmiddels zijn heel veel bedrijven overgestapt op niet-plastic alternatieven. En ik denk dat we binnenkort ook horen van de Europese Commissie wat zij ervan vinden of zij het gaan regelen dat er een verbod komt juist op microplastics die met die intentie toegevoegd zijn als microplastics aan bijvoorbeeld cosmetica, maar ook oliën en andere producten. Een ander voorbeeld van een ontwerpfout vind ik dat wij onder die autootjes die de straten schoonvegen, dat we borstels hebben die van plastic gemaakt zijn. Polypropyleen, een soort plastic in hoge productievolume plastic. Ja, elke keer met de intentie om de stad schoon te maken, gebeurt er slijtage van deze borsteltjes. En de plastic komt vrij als microplastic. Dus dat is wel op te lossen door een andere materiaalkeus. Uit onderzoek blijkt ook dat het bewustzijn bij iedereen in Europa aan het groeien is. Dat wij een plastics vervuiling en plastics afvalprobleem hebben. De culturele acceptatie is er. Wij accepteren bijvoorbeeld dat wij nu sinds een paar jaar met een eigen boodschappentas naar de winkel moeten. Als we niet extra willen betalen voor een plastic tas. Veel van ons hebben ook een beker bij ons als we koffie willen halen op het centraal station. Misschien helpt deze culturele acceptatie bij het kweken van politieke wil om beleid te maken. Wij hebben gezien dat in het Europarlement de Europarlementariërs ingestemd hebben op een verbod op wegwerpplastic. Dus de rietjes, plastic flessen en andere spullen die we vandaag heel graag bij ons hebben en morgen niet meer nodig hebben. Mensen over de hele wereld blijven experimenten op de manier dat zij het beste vinden om met dit probleem om te gaan. We hebben iedereen nodig. We hebben zeker de banken nodig die de financiën moeten regelen voor ons om die transitie te realiseren. We hebben de beleidsmakers nodig. Die moeten moedige beleid maken. Want echt nooit hebben wij een milieuprobleem opgelost zonder goede regelgeving. We hebben bedrijven nodig met al hun creativiteit en know-how. En de NGO's die ons energie en informatie geven en in gesprek gaan met iedereen. Ik hoop dat wij wetenschappers ook nodig zijn. Ik doe mijn best om mee te doen aan het toevoegen aan de informatiestroom waarmee je betere beslissingen mogelijk maakt. En wie vergeet ik? Nou, ik vergeet het niet. Dat zijn de burgers. Jij en ik. Wij zijn allemaal burgers, ongeacht wat we in het dagelijks leven doen, voor werk. En burgers zijn ook actief. Op individueel niveau, zoals wat ik al noemde, dat we onze spullen recyclen of dat we hergebruikartikelen bij ons hebben. En dat voelt wel goed en correct. Maar we zijn ook bezig collectief. En daar is er heel veel winst te halen. Dus gaan we ten onder aan de plastic soep? Ik vermoed helaas dat de plastic vervuiling eerst veel erger gaat worden voordat wij het onder controle krijgen. Ik zie heel veel jonge gezichten in de zaal, studenten. Als jullie vijftigers worden, verwachten we dat er meer dan 1000 miljoen ton plastic elk jaar de wereld ingaat. Hoe kunnen we voorkomen dat er op dat moment meer plastic dan vis in de zee zit? En hoe kunnen we voorkomen dat we niet meer plastic fijnstof overal hebben verstrooid, ook
binnen en buiten onze eigen lichamen. Ik nodig jullie allemaal uit om aan deze gewenste toekomst te werken. Want waarom ga je ten onder aan de plastic soep als je ook geschiedenis kan schrijven?